Actueel. Twee medewerkers van Oog Radio en TV vertrokken op 26 maart voor 2 weken naar Suriname. Arjan Kamphuis en Elmer Smaling gaven daar een week lang cursus aan een radiostation in de binnenlanden. Vandaag en volgende week ziet u in Oog Actueel beelden van deze reis. Volgende week brengen ze een bezoekje aan het dorpje Groningen in Suriname. Vandaag een verslag van de 5-daagse cursus bij Radio Maife in het dorpje Azidonopo, diep in de Surinaamse binnenlanden. Met excuses voor de beeldkwaliteit. De opnames zijn gemaakt met een mobiele telefoon. Het vliegtuigje brengt ons van Paramaribo naar Azidonopo. Vliegen over broccoli is in Suriname genoeg om de bewoonde wereld te verlaten. Op vliegveld Jumu geen terminal, geen tax-free, maar ouderen en kinderen en jungle. Het laatste stukje van de reis leggen we af per Koyal over de Suriname rivier. Oh, geen recht op dat ding, hè? Onze overnachtingsplek is het eilandje Kumalu. De vrouw van de beheerder is al bezig met het voorbereiden van het diner. En voor de kinderen zijn er ballonnen. Vlakbij het eiland ligt het dorpje Azidonopo, de residentie van de Gramman. De Gramman is de bestuurder van de regio en wordt gekozen voor het leven door de families uit het gebied. In het dorpje vooral hutjes en gedenktekens. Geen doofstom? Oh, het is een soort monument. Het station voor Radio Maife ligt op een heuvel aan de overkant van Kumalu. Het bereik van het station is enorm, maar er werken slechts 5 mensen. 4 ervan, Stanley, Pongo, Temi en Ivan, doen alle 4 mee met de cursus. Er werd tot nu toe vooral muziek gedraaid en af en toe een verhaal verteld. In de eigen taal, het Saramakaans. Want Nederlands is alleen voor de rijken weggelegd die naar de stad konden om door te leren. Verhalen over wat te doen bij diarree of wat als de regenton vervuild is. Wij willen meer journalistiek. We geven ze les in microfoontechniek, nieuwscriteria en montagetraining. Elmer en ik proberen de jongens op reportage te sturen en dat lukt. Ze komen terug met allerlei verhalen. Een man heeft een deel van zijn voet afgehakt bij het houthakken. In een dorpje verderop was er een roofoverval op een winkeltje. En de politieke partij BEP bezocht de streek. Op zaterdag, na 5 dagen cursus, is er een uur uitzending. Net als het oogradioprogramma De Dag Doorbraak, maar dan in het Saramakaans. Daarna is er tijd voor bier. Zeker.
Volgende week in Overactueel onderzoek je aan het journaal Sebroek in Groningen.